En het onderdeeltje wat ik ga doen is een stukje een tribute naar mijn grote held Springsteen. En voor de... Breda Nu. Ook dit jaar bleef na het jazzfestival het podium op het Spanjaardschat staan voor het Spanjaardschatfestival. Dit jaar staat het in het teken van de legends uit de muziekwereld. Vandaag hebben we, net als morgen overigens, een optreden van het festivalorkest. En dat is eigenlijk, daarin laat het zich precies zien wat het Spanjaardschatfestival eigenlijk beoogt. Het zijn muzikanten, amateurs en professionals, allemaal uit Breda en omgeving, die een orkest voor deze gelegenheid samengesteld. Hebben een thema gekozen, of althans een artiest gekozen die bij het thema Legends hoort, het thema van dit festival. Ja, en die gaan een mooi concert verzorgen. Ja, zoals je ziet, een prachtig orkest. Althans, nu nog niet alleen muzikanten zijn er, maar die zitten dadelijk allemaal wel. En het onderdeeltje wat ik ga doen is een stukje een tribute naar mijn grote held Springsteen. En voor de rest worden andere grote helden geëerd en een stukje klassiek. Een hele mooie oeuvre dat ze hebben voorbij laten komen van alle bekendere eigen klassieke hits. In die zin. We hebben een heel breed programma van klassiek tot pop en rock met artiesten als Tim Akkerman, die Bruce Springsteen zal vertolken. We hebben muziek van Prince, maar we hebben ook een grote medley met allemaal grote componisten als Beethoven en Stravinsky en Sibelius, etc. Dus van klassiek tot rock is een beetje ons motto deze avond. En u zegt het al, het thema is natuurlijk Legends. Ja. Weet u waarom er gekozen is voor dat thema? Nou, ik was er niet bij toen dat thema bedacht is, maar... we zijn nu ook alweer aan het nadenken wat het thema volgend jaar moet worden. En ja, dit is natuurlijk wel gekozen omdat je kunt er werkelijk alle kanten op. We zijn een heel divers festival, hè, dus het is van klassiek tot populair tot meezingen. Ja, en bij alle muzieksoorten heb je natuurlijk legendes, dus dan is het ook mooi toepasbaar, zeg maar. Nee, Springsteen, wat betekent voor mij? Ja, heel veel. Eigenlijk op alle vlakken. Niet alleen zijn liedjes, teksten, maar ook gewoon zijn performance. Ik heb hem nou een paar keer live zien spelen ook. En het enthousiasme, zijn ongelofelijke samenwerking met het publiek en hemzelf. Die euforie die hij elke avond weer weet op te brengen, dat vind ik gewoon iets magisch hebben. En dat voor mensen die er niet zijn geweest of nooit hem live hebben zien spelen, die begrijpen het vaak niet nadat ze zijn geweest. Dan zeggen, oh ja, ik begrijp nu wat je bedoelt. Dat maakt voor mij, zeg maar, Springsteen bijzonder. Nou, het festival heeft natuurlijk, het duurt bijna 11 dagen. Daarin proberen we ook alles te laten zien wat muziek, zeg maar, met zich mee kan brengen. Dus van klassiek tot populair. Het festivalorkest is natuurlijk eigenlijk van origine het orkest wat de Spanjaardschatconcerten doet. Dus we willen ook laten zien dat muziek echt iets heel breeds is. Breda Nu.